41 jaar en dan debuteren op het hoogste niveau. Het overkomt dit jaar springruiter Jurt Vrieling uit Holwierde. Dankzij goede prestaties in het voorjaar wordt Vrieling door bondscoach Rob Erens toegevoegd aan de Nederlandse springequipe. Mede dankzij Vrieling blijft Nederland in de Super League. Het hoogtepunt voor Vrieling komt in oktober als hij voor Nederland uitkomt tijdens de Wereldruiterspelen in Kentucky. Zowel individueel als met het team weet Vrieling geen potten te breken in Amerika, maar dat doet aan een mooi seizoen niets meer af.